Goedemorgen mensen, leuk dat jullie weer kijken bij deze nieuwe video. Zoals jullie net konden zien, reek het mooiste plaatsje van de Veluwe binnen. Ermelo. En hoe kan het ook anders? Ik woon daar zelf. En dankzij een trouwe kijker en collega van mij op het hoofdkantoor in Apeldoorn heb ik onze Ermeloze vlag gekregen en ik had hem beloofd om hem in beeld te brengen. En belofte maakt schuld, dus Peter Kees. Hij hangt en is in vol in beeld. Ik heb een Mini Cooper opgehaald bij een plaatselijk autobedrijf. Dat is gewoon een handelsauto. En ik ga er nu nog 4 ophalen in Utrecht. En dan heb ik nog een adresje in Breukelen. Daar ga ik nog 1 ophalen. Dan heb ik de W6. Die ga ik lossen in Wezen in Duitsland op het vliegveld. En dan begin ik morgen weer voor de ANWB terug te laden in Kaiserslautern. Ik heb dan weer 6 ophaaladressen. Die ga ik lossen bij onze overslag in Den Bosch. En dan heb ik nog weer een ritje met 6 adressen in Duitsland. En dat begint dan weer in de buurt van Kronau richting Pforzheim is dat. Karlsruhe, die hoek. Daar heb ik dan nog weer 6 adressen op te halen. En die ga ik dan weer zelf uitlossen in Nederland. Als het allemaal een beetje loopt, hè. Je weet het nooit van tevoren. Weinig bijzondere dingen. In die tweede rit zit alleen een BMW 25 diesel. En daar staat al bij de opmerkingen in mijn boordcomputer. Oh, mooi, mijn collega tegen. Hoi. Dat die niet rolbaar is. Dat die niet gestart mag worden. Dus die gaat weer op de wieltjes op de vrachtauto. Dus we gaan eens even kijken hoe dat weer gaat. Maar dat komt altijd weer goed. En voor de rest blijf lekker kijken. En kijk mee wat deze week mij weer brengt. En zo is hij weer leeg in Wezen. 6 kleine autootjes gelost. Een Micraatje, een Minietje, 3 Fiatjes 500. En een grote Renault, of een Citroën C4 Grand Tourer. Zo'n gezinsauto, een MPV. Auto leeg. 374 kilometer verderop er zit Kaiserslautern. Daar ga ik morgenochtend beginnen. Dan gaan we de eerste auto weer terugpakken voor de ANWB. Nu een stukje rijden, even douchen, eten onderweg en dan de avond of de uren volmaken in de avond en dan is het morgen weer een nieuwe dag. Ik kwam gisteravond om 9:30 aan op het eerste adres in Kaiserslautern. Staat mijn auto gewoon al langs de weg, dus daar heeft de garage me gewoon neergezet. Dus ik heb de vrachtwagen er achteruit voorgezet. Het is nu 7 uur, over een kwartiertje komt de garage al en dan, kabeltje eraan, dan is het oplieren. Dus daar gaan we mee beginnen.
inmiddels onderweg naar nummer 4 in Karlsruhe. Daar staat een Volvo V70. En die moet ik morgen lossen in Den Bosch bij de garage zelf. Maar er stond in mijn boordcomputer eigenlijk geen reden van de pech, zeg maar. Dus ik heb even de garage gebeld. Nou, dat wordt een leerauto, want die doet het niet meer. Er is een of andere injector blijven hangen. Daardoor is het motorblok vol benzine gelopen. Schijnt iets of iemand de bougies eruit gedraaid te hebben. En daarbij het schroefdraad kapot getrokken te hebben. Dus ja, die auto is gewoon echt goed naar de galamiezen. Dus dat wordt tieren, lieren, lieren. Maar goed, die zit op de auto, dus dan moet je hem ook gebruiken. Dus die gaat voor onderin de motorwagen. Of de aanhanger, sorry. Ik heb een Alfa Romeo 147 op de motorwagen onder die Berlingo staan. En voor op de aanhanger staat een BMW 3-serie die het ook niet meer doet. Dus die heb ik er ook net opgeleerd. Nou, dan past die Volvo V70 mooi onder. Wat ik al zei. Tieren, lieren, lieren. Nou, hij doet dus echt helemaal niks meer. Hij heeft weer zo'n fijne dakkoffer. Dat is altijd wel leuk voor de hoogte. Dus hij gaat er half onder. En dan kan ik het bovendek zover mogelijk laten zakken. Nou, hoor ik je denken. Er zit een sleepoog in die auto. Waarom pak je die niet? Waarom pak je toch de draagarm? Nou, het is een sleepoog. Dus rechtstandig over de weg. Achter een wegenwachtauto aan bijvoorbeeld. Is die prima geschikt voor. Maar bij mij moet die omhoog over heuvels heen. Dan is de kans op schade, dat het hele spul kromtrek is zeer aanwezig. Hij krijgt een schadeclaim en dat willen we niet. We willen het allemaal zo heel mogelijk houden. Neem niet weg dat ik ook maar een mens ben en ook fouten kan maken. Maar als we het kunnen voorkomen, dan doen we dat graag. Die staat er ook op, de Volvo. Onderweg naar Sankt Leon Rot voor een Kia C die daar staat. Ook weer een gevalletje lieren, denk ik. Die heeft de controlelampjes wat branden schijnbaar, dus we gaan het meemaken. Onderweg naar Eindhoven. Inmiddels al een leuk stukje Koblenz voorbij. Nog 270 kilometer. En ik rijd nog 2 uur en een kwartier ongeveer. Dan is het 10:15, dan heb ik er 15 uur op zitten. Ik ga morgenochtend 8 uur Eindhoven lossen. Een Kia Ceed, die heb ik vanmiddag al opgehaald. Dan gaat die Volvo met die dakkoffer, die gaat er in de bos af bij in de garage. En dan blijven er 4 over en die gaan bij ons depot in Den Bosch eraf. Die gaan daar de overslag in. En die worden dan weer door mijn collega's opgehaald en verder het land ingetransporteerd. Nou, het heeft vandaag weer lekker gelopen. 6 adresjes, 6 auto's. Morgen op een gemakje even lossen en dan de uren volmaken. Laden kan ik dan toch nergens meer, want daar is de afstand te groot voor. Dus gaan we donderdag weer een laaddagje hebben, denk ik. Ik heb al een beetje gekeken, die adressen liggen ook wel redelijk dicht bij elkaar.
Dus dan zijn we donderdagmiddag weer vol en dan kunnen we vrijdag weer los in Nederland. Nu nog even tot 10:15. Daarna een poosje slapen. En morgen weer een nieuwe dag. Wij krijgen meestal op vrijdag de rit al binnen. En dan maak ik meestal in mijn hoofd even een tekeningetje van hoe die vracht erop komt te staan. Welke volgorde. Maar dan heb je ook altijd nog een los volgorde. Daar moet je ook rekening mee houden. En dan kan het wel eens gebeuren dat je even om moet laden door de weeks. Of dat de planning misschien iets aangepast wordt. Maar je kan ook wel eens verrast worden. En in dit geval had ik een aanhanger en een, of heb ik een aanhanger en een Nissan Qashqai. Nog een Qashqai, een Ford Focus. Een Dacia Logan en een BMW. En toen dacht ik, nou die twee Qashqais boven elkaar op de aanhanger voorop. Focusje bovenop en de Dacia eronder. Heb ik maar gelijk op volgorde staan. Ja. Totdat er een dikke fietsendrager achter op de Focus zit. Maar goed, het past nog steeds. Niet te hoog. En als we wat van dichtbij bekijken. Dan past het eigenlijk gewoon super goed. Hartstikke mooi geladen. En voor op de aanhanger staat een, of voor op de motorwagen staat een aanhangertje. Die hoort bij die witte Qashqai. En dan zul je denken, waarom staat het aanhangertje nou heel lullig bovenop het bovendek van die motorwagen? Soms moet je ook gewoon een keer geluk hebben. Hij staat er al achter. Rolbaar. Ik kan alleen niet rijden, dus kabeltje eraan en tieren, lieren, lieren. Even vastzetten, aanhangertje weer aankoppelen. Die staat daar in de verte. En dan gaan we richting Nederland. Ik kan trouwens, ik zal even de auto uitzetten. Kunnen jullie wel beter horen. Ik zou in Waldorf die BMW ophalen. Daar stond ik bij de BMW dealer voor de deur. En toen zei hij gelijk van, hij staat in die chauffeur. Ja, ik zei, dat is lekker. Hij staat in Hockenheim. Dus ik ben op dit moment in Hockenheim. Het was laatste adres. Het is tijd voor pauze. En dan kan ik gelijk even gebruik maken om jullie wat van informatie te voorzien. Het is vandaag donderdag 1 september. En een nieuwe collega van mij is vandaag begonnen. Jan Bonhoff. Ik weet dat je kijkt. Leuk dat je er bent. Welkom bij, bij deze mooie club. En ik hoop dat je met net zoveel plezier aan het werk bent als ik. Jan ken ik al van 20, 22 jaar geleden. Toen werkten we allebei bij Koopman. Ik ben na 2 jaar weggegaan. Hij is daar nog steeds werkzaam gebleven tot vandaag. 32 jaar, dus dat is ook niet niks. Zegt ook wat over de man zelf. Leuk dat je er bent. Het leuke is, hij rijdt op eenzelfde 6-lader als die ik heb. Alleen één cijfertje verschil in het kenteken. Ik heb de 58 BFF2. Hij heeft de 59 BFF2. En in 2023 krijgen we een nieuwe. Dus dat is al een leuk vooruitzicht.
Ik had in de vorige video verteld dat ik jullie de volgende keer zou vertellen over de aantallen. Wat doen we nou helemaal? Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in ons bedrijf? Jullie zien natuurlijk wat ik doe. Dat zijn meestal tussen de 6 en de 10 auto's in de week. Ligt een beetje aan de ritten natuurlijk. Maar we doen veel meer. De auto's die we transporteren, dat zijn in ons vakjargon RBV's. Repatriëring beschadigde voertuigen. En nou hoor ik je denken, ik zie helemaal niet zoveel auto's met schade op je auto staan. Dus hoezo beschadigd? Alles van schade tot de lekke band heet bij ons een RBV. Repatriëring beschadigd voertuig. En in het laagseizoen doen we ongeveer 900 opdrachten per week. En zoals nu, midden in de zomerpiek, lopen die opdrachten tot 1200 op per week. En wij halen met onze eigen voertuigen en met onze charters die voor ons rijden, elke week 650 ongeveer. Kunnen er een keer 700 zijn, kunnen er een keer 600 zijn. Ligt natuurlijk aan de grootte van de auto's. Hè. Als er heel veel caravans en campers getransporteerd moeten worden, gaat dat dan natuurlijk ten koste van de laadcapaciteit. Dan kunnen we minder luxe auto's meenemen. En dan hebben we ook nog de ROV's. Dat zijn de repatriëring onbeschadigde voertuigen. Er worden mensen ziek op vakantie, tijdens hun vakantie. Denk aan een gebroken been, een gebroken arm. Nou, als bijvoorbeeld een man dat overkomt en een vrouw heeft geen rijbewijs voor de caravan, dan kan het zomaar zijn dat de ANWB ons inschakelt om een gepensioneerde meneer, collega, naar het vakantieadres te sturen. Die wordt dan ingevlogen en die rijdt het hele spulletje terug naar Nederland. Dat is het meest gunstige. Er zijn helaas ook mensen die overlijden tijdens de vakantie. Ja, en dan blijft ook het voertuig achter. En die moeten we dan ook ophalen. Dat zijn er ongeveer rond de 270 per jaar. Ik spiek het even van een briefje af. Ik zal hem even laten zien, want ik heb alles opgeschreven. Ik weet niet alles uit mijn hoofd. Dat zijn er ongeveer 270 per jaar. Maar die gaan ook niet allemaal op transport. Daar worden ook mensen voor ingezet om hem op te halen. Ik heb het zelf een paar keer aan de lijve ondervonden om een caravan op te halen in het buitenland. Van wie de eigenaar of de vrouw of de man van de eigenaar overleden was. En dat is niet het leukste van mijn werk. Maar het hoort erbij. Dat moet natuurlijk getransporteerd worden. Dus ROV, repatriëring onbeschadigde voertuigen. Dan hebben we ook nog de ZS voertuigen. Zware schade. Nou, dat zijn totaal los auto's waarvan de dagwaarde zeg maar niet opweegt tegen de kosten van de repatriëring. Dus die blijven dan in het buitenland, die worden daar ter plekke gesloopt. En dan de vervangauto's. Ik heb het natuurlijk heel vaak over vastjes, zo heten ze bij ons, vastjes. En we hebben dit jaar 4700 luxe auto's rijden. Die worden niet alleen maar ingezet voor onze leden van de ANWB. Maar ook verzekeringsmaatschappijen die kunnen daar aanspraak op maken. En dat is ongeveer 30% van ons wagenpark. Dus als je bij een verzekeringsmaatschappij je pechhulpdekking hebt en je strandt met pech, dan kan het zomaar zijn dat je een vervangauto van Logis krijgt. Nou, hoeveel gaan er dan doorheen? Er gaan 1800 vastjes per week worden er ingezet in het binnenland. En rond de 1200... per week in het buitenland. Dat rouleert. Auto's wordt uitgegeven. Auto wordt weer in Nederland ingeleverd. He, wat ik in de vorige video al verteld heb. Dan komen die pensionada's. Die halen overal die auto's op in Nederland. Die brengen ze naar ons toe in Apeldoorn. Worden ze schoongemaakt. Helemaal nagekeken. En dan komen ze bij ons weer in de rij te staan. Om getransporteerd te worden naar de diverse bestemmingen. Binnen en buitenland. In 2021 zaten we natuurlijk nog een stuk met corona. Hadden we 82.000 inzetten van vervangauto's, vastjes, over het hele jaar. En dit jaar, ik heb het me vorige week laten vertellen, we gaan over de 100.000 heen. Dus je kunt je wel voorstellen hoe ongelooflijk veel bewegingen er zijn. Jullie en heel reizigend Nederland mobiel te houden. Dus dat wou ik jullie graag vertellen. Ik ga nu weer gas geven. Ik heb nog 2 minuten. En dan zit de 3 kwartier erop. En dan ga ik naar Eindhoven. Ik heb vanmiddag, dat is mijn eerste losadres.
Ik heb vanmiddag die eigenaar van die garage gebeld dat ik een Dacia Logan voor hem heb. Nou, daar was hij van op de hoogte. Ik zei, maar joh, je bent wel heel erg vroeg dicht. Hij gaat om 5:30 al dicht. Ik wil graag die auto nog even kwijt vanavond, want ik heb nog wat te doen. En het is morgen voor mij ook weekend en ik moet nog wat voorwerk doen voor volgende week. Bel mij maar, jongen, zegt hij. Dan kom ik de sleutel wel bij je ophalen, dus jij raakt die auto vanavond kwijt. Nou, dat is mooi, want dan kan ik Eindhoven lossen. Het volgende adres is Maarsen bij Utrecht. En dan kan ik mooi naar de Oude Ketting in Bokstel. Dat is een heel gezellig chauffeurscafé. Kan ik daar mooi even gaan douchen en eten en slapen. 11 uur maken. We moeten per week 2 keer 11 uur maken. 11 uur nachtrust. Ik heb vannacht 11 uur stilgestaan. Althans, de auto heeft 11 uur stilgestaan. En vanavond is de 2e keer. Dus ik denk dat ik ongeveer rond een uurtje of 9, 9:15 stilsta. Dus ja, dat wordt morgen uitslapen. Een uur of 8, 7:15 weer vertrekken. Nou, dan ben ik rond 9 uur in Maarsen. Dan heb ik nog losse Arnhem, losse Almelo en de Krim. Dan ben ik leeg, dan ga ik naar Apeldoorn. En dan is het tijd voor weekend. Op naar Eindhoven. Zo, afslag Bokstel. Bijna bij de eindbestemming van vandaag. Eindhoven net gelost. De man heeft een kwartiertje van tevoren gebeld, dus die stond al op me te wachten. Autootje eraf, sleutel overhandigd, handtekeningetje op de vrachtbrief. Kort voor 9 uur. Dus dat is een mooie tijd. Beetje laat voor de donderdagavond, maar goed. Even kijken of we nog een plekje kunnen vinden zo. En dan is het tijd voor een warme douche. Een koud biertje en een maaltijd.
En met het lossen van die kaskai en dat aanhangertje is deze rit ook weer ten einde. En keer ik terug richting mijn thuisbasis in Apeldoorn. Mijn week is nog niet voorbij, want ik ga nog 4 vervangauto's laden voor de volgende week. En dan ga ik zondagavond mee vertrekken naar Erlangen. Iets van 600 kilometer vanaf Apeldoorn. Dus een leuk ritje. En dan ga ik daar in de buurt weer laden voor Nederland. Dan ga ik in België laden voor Zwitserland. En in Zwitserland weer een aantal Nederlanders oppakken. Dus een leuk ritje weer in het vooruitzicht. Ik hoop je dan weer te zien. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.